قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. الله سبحانه وتعالى heeft ons geëerd. En met ons bedoel ik de mens. En wij als mensen zijn geëerd en onderscheiden door Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ana a'tadir awwalan ratu wa naqulu awwal al-khutba ana mut'ab al-yawm falidhalik qad yani yadhhar dhalika minni fa a'tadir. Ik ben vandaag een beetje ziek, dus wellicht dat ik daarom op een bepaalde manier overkom. Ala kulli hal, Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons als mens geëerd. En hij heeft ons onderscheiden van de dieren bijvoorbeeld. En van andere scheppingen. En een van de zaken waarmee Allah ta'ala de mens heeft geëerd en onderscheiden, is het verstand. Allah tabaraka wa ta'ala heeft ons een verstand geschonken. Waarmee wij kunnen inzien wat ons van nut is en wat ons schaadt. En van de belangrijkste zaken waarbij de mens en een persoon zijn verstand gebruikt, is of zijn drie zaken. Allereerst dat Allah tabaraka wa ta'ala ons geschapen heeft. Allah ta'ala zegt, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Zijn zij uit het niets geschapen of zijn zij hun scheppers? Dus Allah ta'ala heeft in principe drie mogelijkheden genoemd hier. Eerste mogelijkheid is dat wij uit het niets zijn geschapen. En dat is natuurlijk onlogisch en onmogelijk. Want hoe kan niets iets schapen? Dus dat valt weg. Tweede mogelijkheid is dat wij onszelf hebben geschapen. Am humul khaliqun. En dat is ook onmogelijk. Want hoe kunnen wij onszelf geschapen hebben, terwijl wij eerst niet eens bestonden? Dus is er alleen nog een derde laatste mogelijkheid. En dat is dat er een schepper is die al wijs is, al wetend is en almachtig is. En deze schepper is Allah tabaraka wa ta'ala. Zoals Allah zelf zegt in surat al-Zumar, Allahu khaliqu kulli shay. Allah is de schepper van alles. Dus dat is de eerste zaak die wij dienen te begrijpen met ons verstand, dat Allah ons gegeven en geschonken heeft. Ten tweede, dat Allah ta'ala ons niet voor niets heeft geschapen. Ayahsabu al-insanu an yutraka suda. Denkt de mens dat hij zonder bevelen en verboden is gelaten? Dat hij zomaar zo geschapen is om te eten, te drinken, te werken, te slapen en vervolgens te overlijden? Tuurlijk niet. De mens is geschapen voor een geweldige wijsheid. Allah ta'ala is al-hakim, alwijs, de alwijze. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ zegt Allah. Met andere woorden, dat Allah ta'ala de mensen en de jinn slechts geschapen heeft om hem te aanbidden. En dat is die wijsheid waarvoor Allah ta'ala ons geschapen heeft. Brengt ons meteen bij het derde punt en de derde zaak. De derde zaak is dat Allah boodschappers en boeken heeft gestuurd waarmee hij het bewijs heeft geleverd aan de schepping. En iedereen die met een gezond verstand en objectief kijkt naar het leven van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zal inzien dat hij een profeet was. En iedereen die nadenkt over het boek van Allah ta'ala met een gezond verstand zal inzien dat dit een openbaring is van Allah jalla wa ala. Allah ta'ala daagde heel de mensheid uit en hij zegt, als jullie twijfelen en als jullie misschien denken dat dit boek niet van Allah is, laat dan heel de mensheid bij elkaar komen en proberen het gelijke te maken van de Koran. Dat is nooit gelukt en het zal ook nooit lukken. Want het boek, de Koran, is afkomstig van Allah tabaraka wa ta'ala. En daarom als de moslim deze drie zaken begrijpt en natuurlijk heel belangrijk, hiernaar handelt, dan zal hij gered zijn yawm al-qiyamah. En dan zal hij op het rechte pad zijn in de dunya, in het wereldse leven. Maar als hij dit niet wil begrijpen en als hij weigert zijn verstand te gebruiken, dan is dat voor hem een reden om naar de hel te gaan. En daarom zien wij in Surat al-Mulk aan het begin, waarin Allah ta'ala de situatie omschrijft van de mensen van het hellevuur. Een van de zaken die Allah ta'ala over hen zegt, is dat zij zelf zullen zeggen, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Zij zelf zullen zeggen, hadden wij mij maar gehoord, hadden wij maar ons verstand gebruikt, dan zouden wij niet behoren tot de helbewoners. Dus elke persoon die zijn gezonde verstand gebruikt, zal dit inzien. Maar daarnaast is het wel belangrijk dat een persoon alles vermijdt dat een negatief effect heeft op zijn verstand.
En de zaken die een negatief effect hebben op het verstand zijn tweesoortig. Allereerst de zaken die waarneembaar zijn met de zintuigen. Dus denk aan bijvoorbeeld verdovende middelen. Als iemand verdovende middelen gebruikt, dan heeft hij ervoor gezorgd dat hij zijn verstand niet goed kan gebruiken. Zelfs al is hij daarna nuchter, heeft hij toch zijn verstand aangetast. En daarom is het jammer dat je vandaag de dag de jeugd ziet en ook ouderen ziet die zich schuldig maken hieraan. Die zich schuldig maken aan verdovende middelen. Die zich schuldig maken aan lachgas, aan drugs en weet ik het allemaal. Waardoor zij uiteindelijk zelf hun verstand negatief beïnvloeden en uiteindelijk de meest logische zaken niet kunnen inzien. En de islam en de religie is zo logisch als de zon. Yani is zo duidelijk als de zon. Voor degene die niet natuurlijk aangetast is in zijn verstand. Dus dat zijn van de zaken die van behoren tot de zaken die yani waarneembaar zijn en een invloed hebben op het verstand. Ten tweede zijn er de zaken die invloed hebben op het verstand die niet waarneembaar zijn met het oog. In het Arabisch zeggen ze mu'athirat ma'anawiyya. Zou je ook kunnen vertalen als abstracte zaken. En een van de grootste zaken, beste broeders en beste zusters, die een effect hebben op het verstand, zijn zondes. Zijn zondes. Allah zegt, rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ja, en met andere woorden, hun harten waren verzegeld door wat zij deden. Dus die zondes die jij verricht, die zorgen ervoor dat jouw hart langzaamaan verzegeld raakt. En een van de vrome voorgangers, al-Hassan al-Basri rahimahullah, hij was een student van sommige metgezellen. Hij zei hierover, hoe het dhanbu ala dhanb, hatta yamut al-qalb, of hatta ya'ma al-qalb fa yamut. Dit is een zonde na een zonde, totdat het hart blind wordt en zal overlijden. En daarom zie je ook de mensen die zondigen en veel zondigen en blijven zondigen, ze zien misschien de meest logische zaken niet in. Dus ook deze zaken dienen wij te vermijden. Alles wat een negatief effect heeft op het verstand, dienen wij te vermijden.